Goedemorgen allemaal. Ben ik te verstaan? Fijn. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb zin om deze ochtend met elkaar God te loven en God te prijzen. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan met elkaar. Zullen we beginnen met zingen? Kom prijs de Heer, al gij knechten van de Heer. Kom ver als God, met meer
ons wachten bent u aan het werk. En wij durven u te vragen, Heer, openbaar u zelf steeds meer. U verwelkomt ons in uw domein, kom in uw aanwezigheid. U zijn, kom uw macht en majesteit opnieuw te zien. Deze ochtend. En we nodigen u uit om ons te verrassen. Heer, we weten niet wat er gaat komen. Maar we weten dat uw wegen hoger zijn dan onze wegen. Heer, kom zo met uw geest. Heer, we stellen ons open. Amen. Buddy. Dank voor je gebed, Daniel. Ik dacht ook van, zijn jullie klaar voor een verrassing? We zingen, kom verras ons, kom verras ons. God zit niet stil en zijn geest ook niet. Dus ik zou zeggen, heb het lef en zet je hart open en laat je verrassen. Iedereen op zijn en haar eigen manier. Hey, hartelijk welkom. Goedemorgen allemaal. Tof dat jullie te zijn. Misschien zit je hier met alweer 1 of 2 weken werk achter de rug. Of ben je net terug van vakantie. Misschien is het je eerste keer hier of je tweede, derde keer. Allemaal hartelijk welkom. Geniet van deze dienst en laat je verrassen. Ik ga beginnen met gebed. Daar wil ik ook bij het volgende ook nog even stilstaan. Voordat de kinderen weggaan. Voor sommigen van jullie... is de vakantie helaas echt alweer bijna over. En begint maandag, voor sommigen dinsdag, begint het schoolleven weer. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien wel zit te popelen om weer naar school te kunnen. Dat je al weet, ik heb zo'n ontzettende lieve meester of juf of mentor of wat dan ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Sorry Peter. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Die vakantie had nog wel even wat langer mogen duren. We gaan het voor Gods troon brengen. Ik kan me voorstellen, misschien ben je wel, ga je voor de eerste keer naar school. Ga je naar de kleuterklas. Of misschien ga je voor de eerste keer naar het voortgezet onderwijs. En denk je, ja, groep 8 was vriendrijk, maar nu moet ik het allemaal weer opnieuw doen. Misschien ga je naar mbo, hbo, universiteit, heb je weer een nieuwe... cursus. Misschien ga je gewoon wel door op basisschool of voortzetten of hoger onderwijs en vind je het sowieso ook lastig. We brengen ook dat voor Gods troon. En doe ik expres even nu, omdat nu ook heel veel kinderen er nog bij zijn. Daar wil ik ook voor bidden aan het begin van deze dienst. Yes? Let's pray. Lieve Vader, Heer, ik wil u zo ontzettend danken dat we hier in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Om voor uw troon te komen, Heer. Ik wil u danken dat u onze papa bent. Dat u ons ziet. Dat u ons kent. Heren, en ik wil u zo danken dat we als gemeente bij elkaar mogen komen om u te prijzen. Heren, wat heerlijk om zo enthousiast met een aantal liederen u te aanbidden. En Heilige Geest, we hebben het al uitgezongen, kom verras ons. Heilige Geest, kom in deze ruimte, in elke ruimte waar we vandaag zijn. Heren, u bent onze levensadem. Ik en ik denk wij allemaal, we kunnen niet zonder u. En Heren, geef ons lef. Om ons te laten verrassen. Geef ons vandaag lef. Om de woorden van die Dick gaat spreken. Om het zingen wat we met z'n allen doen. Om dat ons hart te laten raken. Heere, Dick Pieterman gaat spreken. Ik wil hem ook zegenen. Raak hem aan. Dat u uw woorden mag overbrengen, Heere. Ik wil ook de band zegenen, Heere. Dat ze heerlijk door mogen gaan met u te aanbidden. En u te loven en te prijzen.
Heer, ik wil ook bidden voor komende week. En dat doen we expres even nu er ook nog heel veel kinderen zijn, Heer. Wilt u ons weer helpen om het schoolleven ook op te starten? Heer, hoe we er ook in staan, u ziet ons. U kent ons, u loopt met ons mee. Misschien, inderdaad, vinden we het superleuk om onderwijs te hebben en om naar school te gaan. Misschien zien we er als een berg tegenop. Heren, laat dan die berg of die vreugde, dat we die ook echt met u delen. U gaat met ons mee. U wil zo graag met ons meelopen. U wil ons zo graag kracht geven, elke ochtend weer. Heren, help ons, zegen ons. Heren, en ik wil ook bidden voor alle papa's en mama's. Misschien als ze ook weer moeten gaan werken of zijn ze al bezig. Heren, zegen ons allemaal. En dat we ons weten gedragen door u, onze papa in de hemel, die ons kent, die ons ziet, die zo ontzettend veel van ons houdt. Heren, zegen zo deze dienst, dat we vandaag weer iets meer van u mogen leren, dat we u weer ietsjes beter mogen leren kennen. Heren, zegen het in Jezus' naam. Amen. Nog één klein dingetje over het kinderwerk. Vandaag en volgende week zondag draait het kinderwerk nog met het vakantierooster. Zondag 4 september is het geloof ik, 4 september, dan is een startzondag en dat is de eerste keer dat we gaan draaien met het nieuwe rooster. En gisteren hebben zowel ouders als leiding daar ook mail over gehad, maar even voor alle duidelijkheid nog, vandaag is het nog het vakantierooster. Geef ik het woord weer aan Daniel en geniet ervan vandaag. Zijn er ook kinderen in de zaal? Ja. Ik zie jullie niet, want ik heb een beetje licht tegen. Dus misschien kunnen jullie op jullie stoel gaan staan. Dan, ja, ik heb het eigenlijk niet overlegd met zaalbeheer, maar dat mag vast wel. Hè. Alle kinderen die dat durven, mogen op een stoel gaan staan. Ik denk dat er nog wel meer zijn. Riet, wil jij ook gaan staan, of niet? Hey, ik heb eens een vraagje. Wie is wel eens verliefd geweest van de kinderen? Steek dan je hand eens in de lucht. Steek je hand eens in de lucht. Oh, durf je dat? Spannend is dat, hè? Oh, daar. Kijk eens. En... al sinds de kleuterklas. Wauw. Hey, en hoe voelt dat om verliefd te zijn? Weet iemand dat? Fijn. Ja. En dan voel je blij, hè? En dan voel je... En misschien dat jullie vaders en moeders of... misschien dat we allemaal wel herinneren dat we verliefd waren of ergens heel geuit zagen. En dan bubbelt het. Hey, ik ga jullie een nieuw liedje leren. Het is de discussie is een beetje of het wel of geen kinderliedje is, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Wie is er allemaal op de battle geweest de afgelopen vakantie? Die mag alvast staan. Iedereen mag zo meteen staan, maar die mag alvast staan. Er zijn er meer geweest. Hey, en tieners ook. Zijn er tieners op de battle geweest? Die mogen ook gestaan. Want ik ga een liedje... Ja, dat valt me een beetje tegen, maar maakt even niet zoveel uit. We gaan een liedje doen wat een hit was op de Battle. Tenminste, ik heb dat begrepen van mijn kinderen. De tieners daar zongen dat enorm veel en enorm vaak in allerlei variaties. En ik vind het een enorm mooi lied. Omdat het je vertelt en laat herinneren aan die momenten dat je vol bent van Jezus. Dat je ziel bubbelt voor hem. It's bubbling, it's bubbling. En ik weet niet of er mensen zijn die het kennen. We gaan het gewoon één keertje voor jullie voorzingen. Laten we vast gaan staan, dan kunnen jullie zo meteen lekker meezingen. Het is een Engels liedje, maar de Nederlandse tekst staat eronder, denk ik. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, 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 bubbling day and night. Oké, is een beetje makkelijk, hè? Het is niet zo heel moeilijk, dat melodietje. Zo te zingen. Het is een beetje een blues-schemaatje. We zingen niet op de blues manier. Maar het is niet heel moeilijk. Laten we met elkaar zingen, zo hard mogelijk. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me old. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, 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 bubbling day and night. Het is Engels, dus het is een klein beetje moeilijk voor de kinderen. Dus ik stel voor dat alle mensen ouder dan 12 het even goed voorzingen voor de kinderen, zodat ze het goed horen. It's bubbling, it's bubbling, it's
Zeker. Babbling, 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 day. Oké, nu is het echt gebeurd voor de kinderen. Gaat het proberen. We doen de muziek even iets zachter. Jullie mogen met Laura meezingen. Is dat goed, Laura? Ja. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, 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 bubbling day and night. Oké, dat mag wel wat vrolijker, want het gaat over dat onze ziel bubbelt omdat we vol zijn van Jezus. Ik stel voor dat we erbij gaan klappen, gewoon lekker makkelijk. Als je tegendraad wil klappen mag dat ook, maar dat kan niet iedereen. Maar klap gewoon lekker door en lekker vrolijk. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, 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 bubbling day and night. En alleen de mannen. Singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, 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 bubbling day and night. Leuk variatie. We hebben geen haast, het is nog lang geen 11:30 of 12 uur of 12:30. Ik weet niet hoe laat het gemaakt is vanochtend. Maar ik kan wat langzamer. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, 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 bubbling day and night. Okay, we gaan weer sneller en dan kan weer bij het klap worden. It's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, how can I keep it quiet? But it's bubbling, 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 bubbling day and night. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, how can I keep it quiet? But it's bubbling, 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 bubbling day and night. It's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, 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 bubbling day and night. Oké, de kinderleiding mag alvast voor de deuren gaan staan. De muziek mag weer even lekker doorspelen. De kinderen mogen nog heel even wachten. Oh, en Bart wil nog wat zeggen. Oh, groep 8 blijft hier. Groep 8 mag lekker in de zaal blijven. Jullie zijn hier. Dus iedereen die tot en met vorig jaar in groep 7 zat, die mag... Klopt, hè? De oude groep 8 mag hier blijven, ja. Dus de rest van de kinderen mag allemaal zo meteen daar naartoe. En ik wil afspreken, we spelen dit liedje lekker door. En terwijl jullie door de gang naar jullie lokaal toe lopen, mogen jullie hard zingen. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. En pas als jullie klaar, jullie in je lokaal zijn, dan... Is het dicht, oké? Okay? Zullen we dat proberen? Ja? Gezegende dienst allemaal. It's bubbling. Ik hoor jullie niet, mag zingen. It's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, 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 bubbling day. Blijven zingen, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole. Folks don't understand it, nor can I keep it quiet. But it's bubbling, bubbling, bubbling.
weet je wat vervelend van dit liedje is? Zometeen bij de koffie hoor je overal. Na, 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 na. En misschien hoor je het niet, maar het zit in je eigen hoofd. Na, 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 na. Maar laat het een herinnering zijn. Dat we vol van Jezus mogen zijn en vol van zijn geest. En opnieuw hem mogen opzoeken. En mijn tieners kwamen dus thuis met dit liedje van de Battled. Gezegend zij de Battled. En het liet mij denken aan een vers uit Openbaringen 2. En in Openbaringen 2 wordt de gemeente van Efeze wordt aangesproken door Jezus. En als je dat hele hoofdstuk leest, of die hele periscoop over de gemeente van Efeze, dan is het een aardige loftrompet, lijkt het zo op het eerste gezicht, die aan de gemeente wordt geschreven. Maar dan staat er in vers 4, Openbaringen 2, vers 4, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En sinds ik dit liedje Is Bubbling hoorde, is dat wat mij bij me bijbleef. Jezus die verlangt ernaar dat we vol van hem zijn. Dat we terugkeren naar die eerste liefde. Naar het moment waarop we, en ik weet niet of je dat nog kent uit je eigen leven, maar het moment waarop je ja zei tegen Jezus. Ja, Heer, ik geloof dat u voor mijn zonde bent gestorven en bent opgestaan uit de dood. U bent mijn Heer en Heiland. En ik was een jaar of 10, ik zat op de rand van mijn bed op een kinderkamp. En ik weet dat mijn hart opsprong van vreugde op dat moment. En ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is. Maar ik wil weer terug naar dat moment. Ik wil dat vasthouden. Dat gevoel, die verliefdheid bijna op Jezus, om misschien om het oneerbiedig te zeggen. Dicht bij hem zijn. Zodat er niks anders kan zijn dan dat mensen het misschien niet begrijpen, maar dat ik mijn mond niet kan houden en erover wil vertellen. Dat ik mensen wil uitdagen om dicht bij hem te blijven. En ik dacht eraan, ik weet niet of je op vakantie bent geweest, of misschien ga je nog op vakantie. Maar vakantie is altijd een mooie tijd, voor mij in ieder geval, om tot rust te komen. Het werk ligt even stil en de kerk ligt ook even stil, tenminste de organisatie voor de kerk voor mij. En ik heb tijd om mezelf af te stemmen met God. En misschien werkt dat voor jou ook zo. En misschien heeft God wel tot jou gesproken deze vakantie, de afgelopen periode. Misschien heb je diep van binnen wel gehoord dat God tegen jou zei, door zijn geest. Daniel, je mag dit gaan doen, of je mag dat gaan doen, of dit moet je aanpassen in je leven, of hier mag je mee aan de slag. En als je niet oppast, dan kom je terug van vakantie en je opent je mailbox op je werk. En je bent maandagochtend om 10:30 alweer vergeten dat je amper 3 dagen geleden nog op vakantie was. En misschien vergeet je dan ook wel wat God gesproken heeft. En ik wil je oproepen om, als God gesproken heeft, om daarnaar te luisteren, om dat op te pakken. Niet bang te zijn, maar zijn hand te pakken. En samen met hem de toekomst tegemoet te gaan. Dus we gaan staan met elkaar en we zingen een heel oud lied. Op een iets nieuwere melodie. Ook een oude melodie, maar een iets nieuwere melodie. We zingen wat de toekomst brengen mogen. Zullen we gaan staan met elkaar? Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heer. Mijn ziel u niet.
We weten niet wat de toekomst gaat brengen. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. Of er stormen zijn. Of dat we aan rustige wateren liggen. Maar wat er ook gebeurt. We weten dat als we uw hand vastpakken. Dat we veilig zijn. Heer, u bent ons fundament. U staat altijd, als het ware, als een rotsblok onder ons. We zijn op u geplant, op u geënt. Heer, dank u wel daarvoor. We hoeven niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren. Het kunnen zware tijden zijn, het kunnen moeilijke tijden zijn. Het kunnen ook fantastisch mooie tijden zijn als we bij u blijven in die tijden. Heer, dank u wel dat u zo God bent. Dat u bij ons bent als wij uw trouwe hand vasthouden. Fundament, zwak wordt sterk.
ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in Hem alleen. Tot het moment dat U komt. Tot het moment dat U er weer zal zijn. En ook daarna zijn we van U. Heer, we blijven van U. Als we uw hand vast hebben gepakt. En wat de toekomst dan ook brengen zal mogen. We weten dat U erbij bent. In de storm. Op de hoogste berg, in het diepste dal. In het mooiste licht, in het diepste donker. In ziekte, in pijn, in vreugde. U bent daar. U bent ons fundament, Heer Jezus. U bent ons fundament en U wilde altijd voor ons zijn. En U staat klaar om wat er ook gebeurt in ons leven. U staat klaar met uw hand en hoeft uw hand alleen maar vast te pakken. En U deelt ons weer boven het water uit. En U zet onze voet op het fundament wat U zelf bent. Dank u wel, Jezus, dat U zo bent. Dank u wel, Jezus, dat U zo bent. Fantastische God bent U. Ja.
Lam van God, U die alle zonden van de wereld droeg, nu die ons met God de Vader heeft verzoend. Oh.
Heer, prijs u uw naam, Heer Jezus. Nu komt toe alle lof en alle eer. Heer, u bent uw naam boven alle naam. Bedankt u voor wie u bent. Jezus, geloof op. Amen. Amen. Je kunt wel blijven zingen, hè? Tenminste, ik kan ook blijven zingen. Met miljoenen om de troon. Ik weet niet of je het voor je ziet. Als we in Gods heerlijkheid zijn, als we opgenomen zijn. Dat we met miljoenen voor zijn troon staan. En hem mogen aanbidden. Hem alle lof en eer mogen toezingen. Prijzen zijn heilige naam. Weet je, laat het gewoon nog één keer doen. Met miljoenen om de troon. Met miljoenen om de troon. Hebben wij dit lof niet aan. Terwijl we zo voor Gods troon staan in aanbidding. Ik vraag om die hartsgesteldheid vast te houden. Terwijl Dick zo meteen voor ons het woord gaat brengen. Dick, wil je naar voren komen? En ik wil je uitdagen om verlangend te zijn naar het woord wat Dick gaat brengen. Hij is zich voorbereid. Samen met God. En in de voorbereiding heb ik mogen zien hoe fantastisch God werkt in zo'n voorbereiding van de dienst. En het is iedere keer weer hetzelfde, lieve mensen. Iedere keer weer opnieuw laat God zien dat Hij de Heer van de kerk is. Dat alles wat er bedacht en georganiseerd wordt, dat in elkaar lijkt te vallen. En dat is niet ons werk. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dick, ik wil voor je bidden. Graag. En dan zie ik uit naar wat je ons gaat. Dankjewel. Dank u wel, trouwe God en Vader, voor wie u bent. Dank u wel dat u zo'n fantastisch mooi woord heeft, Heer. Het is al zoveel eeuwen oud. Maar het is nog steeds relevant in ons leven. Dank u wel daarvoor. Heer, als we vanochtend onder leiding door Dick het woord induiken en gaan zien wat u daardoorheen tot ons wil zeggen. Dan bid ik dat we open oren en open harten hebben. Dat we mogen horen wat u door uw geest en door uw woord wil vertellen in ons leven. Dat we gevoelig zijn voor de dingen die u zegt, daar mag je aan werken, Daniel. Of daar mag je aan werken, hoe je ook heet. Daar mag je niet aan de slag. Ik hou van je, Daniel. Open je ogen en open je hart. En Dick, zo wil ik je zegenen dat de voorbereiding die je hebt gedaan, dat de Heilige Geest daarin zal komen ook deze ochtend. Dat de woorden die je spreekt, dat die vervuld zullen zijn met zijn liefde, met zijn kracht. Dat ze onze harten mogen raken. Wees zo gezegend. Amen. Amen. Dankjewel. Wat een geweldig voorrecht, hè, om zulke mooie liederen te mogen zingen. Werkt hij? Horen jullie mij? Ja, hij werkt. Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om zulke mooie liederen te mogen zingen. Ik hoop dat je daarvan bewust bent. Hè? Dus het is een voorproefje van de hemel, want de hemel wordt er altijd. Het lam krijgt de eer en de glorie. Ik vind het zelf ook altijd een voorrecht om Gods woord te mogen delen, omdat ik zelf ook, elke dag is dit woord zo levend voor mij. Ik heb 25 jaar in Frankrijk gewoond, sommigen weten dat ook, maar de eerste 20 jaar van mijn bekering had ik alleen dit boek. We woonden op een hele afgelegen plaats. We vingen mensen op, maar er was geen conferentie, we hadden geen bandjes, ik had alleen dit boek. En dit is zo ontzettend kostbaar voor mij geworden, omdat ik heb gezien dat dat woord is geest en leven. En ik hoop dat je je hart daarvoor opent. Het is meer dan een woord. Als Jezus daarin komt, dan zal je zien dat hij leven en geest en leven is in je, dat hij geest en leven geeft in je. Ja, Bubbling, hoe vond je dat lied? Ja, hoe doe je dat, Bubbling? Ben je ook wel eens gefrustreerd? Je kan natuurlijk een uur gaan zingen Bubbling, maar als het niet bubbelt, is het moeilijk te zingen, toch?
En probeer je dan te bubbelen. En hoe meer je probeert te bubbelen, hoe minder je bubbelt. Of is dat niet zo? Waar vind je die bubbeling? Dit heb ik tegen u, dat jij je eerste liefde hebt verzaakt. Toen ik pas tot geloof kwam en ik las zo'n tekst, dacht ik, ik moet meer liefde hebben. Maar waar vind ik dat? Toch? Heel vaak pakken we dingen op vanuit een beschuldiging. Denken we dat God, als hij op dingen wijst in ons leven, dat hij het doet met een stukje veroordeling en dat je het dan zelf moet doen. En de grote fout van ons christen is dat we iets gaan proberen wat we niet kunnen. En ik wil beginnen vandaag met een tekst uit Jeremia 2, vers 13. Daarna gaan we andere schriftgedeeltes openen. In Jeremia 2, vers 13, daar zegt God dit tegen zijn volk. Want mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten. En het heeft zich bakken uitgehouden, bakken vol scheuren waarin het water niet blijft staan. Of lekke bakken. God begint met te zeggen, mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Als je heel erg leeft vanuit schuld en vanuit een straffende God, dan denk je dat God je veroordeelt. Nee, hij wijst op iets, niet met veroordeling, want wat zegt God eigenlijk, hè? Mijn volk. Het punt is dat God pijn heeft in zijn hart. Je bent gemaakt om met hem te leven. Je bent gemaakt dat hij de bron van je leven is. Om te drinken uit het levende water. Maar wij zijn onafhankelijke mensen. En heel vaak schieten wij. En als die andere boze daad waar God pijn van heeft. Ik doe het zelf wel. Ik ga zelf proberen die beetje zegen vast te houden. Misschien ben je op de Bethel geweest, conferentie geweest. En dan hebben we allemaal de neiging om die zegen vast te houden. Weet je wat ik heb gemerkt? Dat hoe meer je probeert zegen vast te houden, dat het als zand tussen je vingers wegloopt. Omdat God helemaal niet wil dat ik zegen vasthoud in onafhankelijkheid. Maar dat ik elke keer weer terugkeer bij de bron. En daarvoor laat hij je vaak helemaal droog lopen. Omdat je zo bezig bent je best te doen en heilig te worden en beter te worden en anders te worden. En je doet het uit jezelf. En je vergeet tijd te nemen om te drinken uit die bron van levend water. Want die eerste liefde is helemaal niet in ons te vinden. Wij believen omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus als je merkt dat het niet bubbelt en dat je heel veel kwijt bent, moet je niet zoeken in jezelf. In het moeten, dat is onder wet zijn, onder zelfprestatie. Maar God heeft zijn geest gegeven. God wil dat je dat zoekt in hem. En deze tekst uit Jeremia is gewoon een uitnodiging dat God zegt, joh, je bent zo bezig met proberen en anders te zijn en zonde te overwinnen en hier te worstelen en daar te worstelen, maar je vergeet het allerbelangrijkste. Dat zonder mij maak je het niet en kan je niets. Je zal nooit verliefd worden op iemand door te proberen. Je wordt verliefd omdat je geraakt bent door iets in het karakter van iemand. En daarvoor die eerste liefde zal je nooit vinden in jezelf. Maar die vind je wel in hem. En dat is de uitnodiging die God geeft. In Galaten 3 vers 5 zegt Paulus bijvoorbeeld dit. Hè, die u de geest schenkt. En er staat bedrijvende vorm. Hè, dus dat zie je vaak in een beetje evangelische gemeenschap. Nou, we hebben de geest, komt wel goed. Nou, oh ja. Wat zie je ervan? En daar gaat deze preek ook eigenlijk over. Dat Jezus zegt bijvoorbeeld in Johannes 18, Johannes 16, vers 13, als de Heilige Geest komt dan. Waar het om gaat is, als de Heilige Geest komt, dan gebeurt er altijd wat. En als er dus iets niet gebeurt, moet je niet denken van nou, de Heilige Geest woont wel ergens in, ik ben wedergeboren, want dan kom je in een soort status quo, dan word je passief. Nee, God is een God die de Geest natuurlijk geschonken heeft op Pinksteren, amen. Maar Paulus zegt, hij is de Geest schenkende. Het is een relatie. Je kan nooit zomaar zeggen, nou, de Heilige Geest woont wel ergens in me. Nee, wat wordt daarvan zichtbaar in je leven? En daarom is het ook heel goed aan het begin van dit seizoen om wat zelfreflectie te hebben. Wat God wil is oprechtheid. Als ik niet bubbel, bubbel ik niet. Dan is het goed om te zingen, dat is niet erg. Maar in dat zingen moet je zeggen, Heere, ik heb iets diepers nodig dan alleen maar zingen, bubbeling. Ik heb u nodig.
Ik wil dat het weer bubbelt. En het bubbelt niet. Ik ben zo droog als God. Weet je wat God dan zegt? Fijn, lieverd, dat je dat zegt. Je bent eindelijk eerlijk. Maar soms overschreeuwen we een schaduwkant van ons. Als je niet meer verliefd bent op de Heer, ben je niet meer verliefd. Toch? En dan zegt de Heer, kom maar bij mij. Ik ben een bron van levend water. Dus Paulus zegt ook nou, hij u de geest schenkende en kracht onder u werkt, doet hij dit. Ten gevolge van werken der wet, zelfinspanning is dat eigenlijk. Hè? Eigen dingen, onafhankelijkheid, bakken uithouden die lek zijn eigenlijk. Of van prediking van het geloof. Hoe werkt God nou in ons midden? Nou, het eerste is leren dat de Heilige Geest als een bron is, schenkende. Dat je elke dag dat God wil dat jij zegt, good morning Heilige Geest, goedemorgen Heilige Geest, vul mij, ik heb u nodig. Dat je dat zoekt in de geest. Weet je, er is zo'n duisternis in deze wereld. Ik werk nog steeds in het pastoraat bij de hoop ook, maar ook in andere centra en er is zo'n nood. Een jongen van 22 heb ik ook contact mee. Die snijdt zich zo diep, centimeters diepe wonden in zijn benen, weet je wel. Constant maar zichzelf van kant willen maken. Er is zo'n nood. En ik ben vaak zo gefrustreerd dat ik denk, oh God, er is geen antwoord. Ik weet geen antwoord. En dan zoek je. En vanuit die nood, vanuit die frustratie, oh Heilige Geest, alsjeblieft, geef mij een woord, geef mij een gedachte. En ik heb zo vaak meegemaakt dat er dan ineens een woord komt, een gedachte. En ik spreek het uit en dan zijn de tranen. Dat is leuk. Met de Heilige Geest leven is gewoon leuk. Maar christen zijn zonder de Heilige Geest is drama. Dan probeer je maar die bakken uit te houden, met je zegen vast te houden. Je moet dit, je moet dat. Maar je mist de bron van levend water. En God nodigt ons uit. Want hij werkt, hoe doet hij dat? Door een geest te schenken. En niet door iets wat jij doet, bakken uithouden, maar door geloof. Door geloof en vertrouwen dat hij de bron van levend water is. We gaan naar Ezechiël 47 even. Ik ga het niet helemaal lezen, mag je het thuis doen. Het is een bekend verhaal voor degenen die al lang op weg zijn. Het gaat over de tempelbeek. David zegt in de psalmen, de beek Gods is vol water. Ja, we hebben dat gezongen, meer van u, en dat mag hoor. Meer van u. Maar het werkt eigenlijk andersom. De Heilige Geest zegt, meer van jou, meer van jou. De beek Gods is vol water, hoef je niet aan te twijfelen. Maar die tempelbeek, zie je ook weer, is een tempel. En uit die tempel stroomt water, daar is de bron. En we moeten zijn bij de bron. En wij zijn ook de tempel van de levende God. En wat wil God van zijn gemeente? Dat het een bron van verfrissing is voor deze wereld. Dat water stroomt uit deze gemeente. En dat is niet het gebouw, dat zijn jou, dat zijn jullie en ik. Wij zijn dat. En God wil dat wij waterbrengers zijn in deze wereld. Maar dan moeten we zelf ook verder geleid worden. En hier zie je de profeet, dat daar op een gegeven moment die rivier is, die beek. En die stroomt weg en dan zie je dat daar een man is. Staat de vertaling, zegt een man met een hoofdletter. Jezus Christus, de mens, de man die ons verder brengt. En die meet dan 500.000 el en die deed mij door het water gaan. En dan zie je dat God Jeremia brengt in het water. Eerst tot de enkels, dan tot de knieën, dan tot de middel en dan zo diep. Dat het niet te doorwaden is, dan moet je zwemmen. En soms, ik heb in Frankrijk gewoond, langs een snelstromende rivier. En weet je, in het Frans zeiden we dan, je perds pied. Ik verlies mijn voeten van de grond. En dan werd het bang, want dan ben je meegenomen door de stroom. En dan verlies je controle. En dat is nou precies wat we zo eng vinden. Weet je, het leven met de Heilige Geest is eigenlijk ook een beetje controle verliezen en controle loslaten. En dan vinden we het doodeng. En weet je wat ik nou zo ontzettend liefdevol van de Heer vind? Dat de Heer niet iemand is die zegt, spring in het diepe. Want dan raken we zo vol angst en paniek dat we het niet durven. Maar er is een man. En het leven in de Heilige Geest, er is een man die jou verder wil brengen, die jou dieper wil brengen. En dat is zo ongelooflijk liefdevol. Weet je, we zeggen wel eens dingen tegen elkaar, weet je wel, spring maar in de rivier, ja. Maar als je nog vast zit in je angst, in je paniek,
dan heb ik hem nodig. Soms maken we elkaar gek met bepaalde opmerkingen. Ja, je moet je maar aan Jezus vasthouden, maar hoe doe je dat? Geloof, zegt hij, houdt mij vast. Om ineens in de diepe te stappen met de Heilige Geest en op straat te gaan profeteren en lammen uit de rolstoel te laten opstaan, dat vraagt een hele stap. Begrijp je wel? Dat kan zo in een stuk paniek slaan dat je er niet toe komt. Maar wat de Heer jou wil leren is, begin nou eens met je tenen in het water. En als dat veilig voelt, zegt de Heer, nou je voet, nou tot je knieën, nou gaan we verder. Maar hij is bij je. En dat vind ik zo troostrijk. Want een keer een voorganger die zei van, joh, ik was zo gefrustreerd. Want mensen zeiden tegen mij, er was iemand die dan niet zo goed kon dansen in de gemeente en zo. En dan zeggen ze, joh, laat je muren vallen. Soms maken we elkaar gek met evangelische opmerkingen. Laat je muren vallen. Maar soms heb je je muurtjes nodig, hè. Dan is er nog zoveel onzekerheid in je. En weet je, hij was zo gefrustreerd, die voorganger, die zei van, heren, ik wil mijn muren wel laten vallen, maar hoe? En weet je wat de Heer tegen hem zei? Mag ik binnen je muren komen? Dat je je zo veilig zal voelen in mijn liefde, dat je die muren niet meer nodig hebt. Weet je, dat is liefdevol, hè. Want soms heb je toch een beetje muurtjes nodig. En dan zegt de Heer, mag ik gewoon binnenkomen? En dat zie je in dit verhaal ook zo mooi. En waar het dan om gaat is ook dat als die beek daar komt, hè, die beek gaat stromen, en dan staat er zo heel mooi dat overal waar het water komt, wordt alles gezond. Overal waar het water komt. Want als het water komt, overal waar de beek komt, zal alles leven. Brengt het leven en wordt het gezond. En dat is zo waar. Hoe meer de Heilige Geest kan werken, hoe meer gezondheid en leven je ziet komen. Lees maar opwekkingsverhalen waar opwekkingen zijn geweest. Zodra de Heilige Geest ruimte krijgt, zie je automatisch leven ontstaan. Vaak zijn we zo ontzettend veel bezig met, en ik zeg niet dat het verkeerd is, hè, want de gemeente, we horen ook dingen te doen. Begrijp me even goed. Maar weet je wat de profeet zegt in Haggai 1 vers 6? Je hebt heel veel gezaaid en weinig geoogst. Soms zaaien we heel veel christelijke pogingen, maar eigenlijk zijn we nog bezig een beetje met die kant van die bakken uithouden die toch zo lek zijn als een mandje. En we zijn allemaal een beetje lek. Maar wat God wil is helemaal niet dat hij je voelt dat je hem niet meer nodig hebt. Nu ben ik vol met de Heilige Geest en nu kan ik lekker mijn eigen profeet zijn en mijn bediening hebben. Maar God laat het gewoon vastlopen. Want hij wil helemaal niet dat je vol bent in één keer, maar dat je elke keer weer gaat drinken. En elke keer weer doorlopend vol ben. En elke keer weer terugkom bij hem. Maar waar het om gaat, als je dat ziet ook in de Bijbel, dat als de geest komt, zie je altijd wat gebeuren. En daar wil ik je in aanmoedigen vandaag. Om gewoon te zeggen, Heer, opnieuw wil ik mijn hand, we hebben daarvan gezongen, ik mijn hand leg in die handen van God, in de handen van die man. Wil je verder? Het is niet goed om technisch alleen maar te weten dat je wedergeboren bent en dat de geest Gods in je is. Wat is het om geleid te worden door de geest? Wat betekent dat voor je? Wat betekent dat om hem te leren kennen door de geest? Om uit te stappen in de dingen van de Heilige Geest. Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je bijvoorbeeld ook in Jesaja, zie je heel veel teksten staan, dan gaat dan een beetje zo. In Jesaja 32 vers 15 bijvoorbeeld, daar zien we eigenlijk een hele dramatische situatie, veel ellende, er zijn allemaal problemen. En dan staat er zo mooi, totdat over ons uitgestort wordt de geest uit de hoge, dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud. En dat is onze focus, Heer, daarin hebben we meer nodig van u. De geest schenkende. Want willen we die wonderen, die tekenen in ons midden zien, dat is niet omdat we gaan proberen. Willen we dat de woestijn gaat bloeien, willen we dat de woestijn een tuin wordt, dat is niet in het proberen. Dat is in het ontvangen. Dat is in het terugkeren bij die bron van levend water en zeggen, oh God, ik heb u nodig. Niet alleen op zondag heb ik uw Heilige Geest nodig, maar op mijn werk en op mijn school en elke dag opnieuw. Heer, leer mij de gemeenschap met de Heilige Geest. Dat moet een vraag zijn. En nogmaals, vanochtend ook, als je dat lied hebt gezongen en je zegt, nou, ik heb wel gezongen, bubbeling, maar bubbelt totaal niet. Nou, dat is eerlijk. Prima dat het niet bubbelt.
Maar wat doe je ermee dat het niet bubbelt? Neem je tijd om te zeggen, Heer, ik bubbel totaal niet meer. Maar Heer, u bent de bron. Ik wil bij u komen. Jesaja 44, vers 3. Ik zal wat teksten lezen. Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegeningen op uw nakomelingen. Weet je, hoe komt leven? Hoe werkt God? Door geloof in de belofte. In de tweede Petrusbrief staat dat we door kostbare belofte deel krijgen aan de goddelijke natuur. Er zijn hier ouders in ons midden, jullie hebben kinderen, kleinkinderen. Pleit op de belofte van de Heer jouw God. Het is zo'n mooie belofte. God zegt, ik zal mijn geest uitgieten. Eerst je geest op het dorstige in jou, dat je niet kan bubbelen. Maar ook, ik wil mijn geest uitgieten op je nakroost en mijn zegen op je nakomelingen. Ja, mijn kinderen geloven niet. Ja, maar laat het niet passief. Zeg, Heer, ik leg mijn hand op die belofte. U gaat de geest uitgieten op mijn kinderen. Ik wil u vertrouwen. Ik wil me toevertrouwen aan u. Ik wil mijn kinderen toevertrouwen aan u. Met passiviteit kom je er niet. Geloof is altijd actie. Geloof legt zijn hand op de belofte van God en eigent zich toe. Vertrouwt zich toe aan de belofte van God. Jesaja 61, vers 1. En zien we ook die mooie profetie die Jezus aanhaalt. De Geest des Heren, Heer is op mij. Maar als u kind van God bent, is de Geest des Heren, Heren ook op u. En mag je zeggen, dank u wel dat ik die zalving heb die in Christus is, die is ook op mij. Kan je zeggen, is dat nou te vrijmoedig? Mag ik dat zomaar toe-eigenen? Ja. En God wil is vreugdevol als u dat zich toe-eigent en dat je durft te zeggen, elke morgen als je opstaat, de Geest des Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Heel vaak zie je ook dat zalving een stukje gevoel is geworden. Je hoort wel eens dat mensen, oh, ik voel zo'n zalving. Ja, de een voelt het en de ander niet. En je probeert ook de zalving vast te houden. Maar de zalving mag je verliefd maken, die mag een diep werk doen in je leven. Maar de zalving in de Bijbel is altijd om iets te doen. Je hebt een zalving van een profeet, zalving van een koning. Dat is niet om op je gat te blijven zitten, dat is om uit te stappen. En dat zie je hier ook. De Heere heeft je gezalfd en hij heeft je gezonden. Nou, niet iedereen wordt gezonden als evangelist, maar wel een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Je bent wel hier op aarde om, als God je getroost heeft, om een ander te troosten. Om van gevangenen vrijlating uit te roepen. Je mag tegen iemand die op straat zit te bedelen, mag je zeggen, weet je dat er een God is die van je houdt, die jou lief heeft. Er is ook vrijheid voor jou. Dus dit gaat niet om de bediening. Als de grote mannen van God die een geweldige zalving hebben, dit gaat ook gewoon over jou en mij. Over die eenvoud. En voor gebonden de opening der gevangenis. Je kan die dingen proclameren. Weet je wat ik heb gemerkt? Dat als ik in mijn stille tijd een woord ontvang, iets wat mij raakt, dat het nooit alleen voor mij is. Dat moet je leren. Als er in jouw stille tijd iets is wat jou raakt, weet je hoe iets gaat stromen, hoe iets gaat bubbelen, dat je iets ontvangt en dat je dat doorgeeft. Zoek dan in je WhatsApp of in je e-mail, denk je van, Heer, van wie kan ik dat delen? En als je daarvoor bidt, zou je zien dat de Heilige Geest vaak bovennatuurlijk werkt. Ik heb zo vaak gehad dat 's ochtends een woord, ik kreeg vanochtend ook nog ineens een tekst voor iemand. En dan weet ik, moet dat sturen. En ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen zeggen, wauw, dat is bijzonder zeg. Dat is de Heilige Geest. Weet je, en als je dat ziet, maakt het je enthousiast. Dan gaat dat bubbelen. Dan denk je van, wauw, dat is mooi zeg. Hoe komt het, weet je, als ik zo'n gedachte krijg dat iemand zegt, joh, die had ik precies deze morgen. En dat geldt ook, dat Joel 2 vers 28 wordt aangehaald in Handelingen ook. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft en je zonen en dochteren zullen profeteren, uw ouders zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Dan kan je zeggen, ah, broeder, mooie tekst, was alleen voor de tijd van Pinksteren. Maar je kan ook zeggen, Hebbes, je kan toch zeggen, dat wil ik. Mijn vrouw wordt er wel eens gek van, maar ik bid elke avond, Heer, geef ons uw dromen. En niet dat ik heb soms wel gekke dromen, maar zelfs gekke dromen. Soms heb ik wel eens een droom
hè, waar ik heel boos word. Hè, en heel veel mensen zeggen altijd van, ah, Dick Pieterman is vriendelijk en aardig. Maar ja, soms laat God in een droom zien dat ik dus wel heel boos kan worden. Alleen dan doe ik vriendelijk, maar ik ben eigenlijk heel boos. En in die droom kan ik zeggen, dat is van de duivel die me aanvalt. Maar ik breng die droom altijd bij God. En zeg ik van, Heer, niet zo mooi, hè? Ik heb iemand haast willen wurgen in mijn droom. En dan laat God me zien dat er toch wel een beetje boosheid erachter zit. En dan gaat het dieper, daar kan je voor gaan bidden. Neem dat serieus. Woorden die je krijgt, hè? Profetie hoeft niet gelijk, zo spreekt de Heer. Kan die tekst zijn, die bemoediging, dat woord. Tegen de kassière van Albert Heijn zeggen, dank je wel dat je zo goed hebt geholpen, God zegen je. Oh, dank u wel, zeggen ze dan. Maar kijk, dat leren geven, ook al is het een druppeltje, maakt dat die druppels vermenigvuldigd worden. En soms helpen dromen. Ik had een paar weken geleden een droom, ik had echt in mijn hart om dat even te vertellen. Er was een grote gemeente, zoiets als hier, een paar honderd mensen. En waren samengekomen in die droom en ieder mens zag ik dat hij in zijn eigen mening zat. Ieder mens zat in zijn eigen mening. En dat is een afgodje in Nederland, onze eigen mening. Dus ik zag het gebeuren in die gemeente. Iedereen was bezig van, ja, maar de muziek is te hard, de muziek is te zacht. Het is opwekking, we willen die zingen. En de voorganger heeft een korte broek aan. En de preek is te lang en de preek is te kort. Want het probleem is dat we altijd dingen beoordelen naar onze mening. En dat is hartstikke gevaarlijk. En dan zie je dat, ik zag de gemeente heel veel mensen, maar het was allemaal onafhankelijke meningetjes. En ik loop al 50 jaar mee, maar weet je dat de meeste kerken niet kapot gaan aan grote zonden, maar aan meningen. Vooral theologische meningen, voor of tegen vaccin, voor of tegen de wederkomst, enzovoort, enzovoort. Mijn mening. Nou, niet tegen de wederkomst, maar... Maar hij is er al. U begrijpt het. Maar, en in die droom, toen hoorde ik ineens echt, met een enorm gezag, in die droom hoorde ik de Heer zeggen, dit gebied ik jullie, dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En toen begreep ik het, weet je. Hoe beoordeelt God mensen? Niet naar haar mening, ook niet naar zijn theologie, maar naar de liefde die je hebt gehad. En laat dat het centrum zijn, de eerste liefde is ook de liefde voor elkaar. God beoordeelt ons in de mate waarin wij zijn liefde hebben kunnen ontvangen en door kunnen geven. Daarin zal gekend worden dat jullie discipelen van mij zijn aan de liefde. Aan de liefde. En niet aan je mening. En niet aan de mening van een kerk. Maar aan de liefde. En ik zeg niet dat theologie niet belangrijk is. Dat is belangrijk. Maar Paulus, weet je, als hij vermaalde, weet je wat hij zegt? Om de vele tranen heb ik jullie geschreven. Dat was liefde. Dat was liefde. Je mag elkaar vermaanden. Je mag je mening hebben. Maar als er liefde is en het scheurt je hart en je wordt boos op iemand, neem er afstand van. Want alleen de liefde is belangrijk. Je kan geloof hebben dat je doden opwekt, dat je bergen verplaatst. Je kan profetieën, profeten... Of je kan alle profetieën ter wereld hebben. Als je de liefde niet hebt, ben je niets. Bid daarvoor. Wees actief daarin. Weet je, het woordje ontvangen in de Bijbel is het woordje lambano. Is je hand erop leggen. Als God zegt, schenkende de geest. Dan zeg je, oh God, hier ben ik. Leid mij dieper. Help me niet alleen te blijven, maar meteen in het water. Help me dieper te gaan met mijn knieën. Help me eerst een woord te geven. Dan misschien later eens voor iemand te bidden op straat. Weet ik wat. Maar wil je verder? Wil je dieper? Wil je verder gaan? Deze wereld heeft jou en mij niet nodig, hoor. Maar ze hebben wel hem nodig die in ons woont. Ze hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. En ik heb gezien wat het verschil is tussen verstandelijke kennis overdragen of iets dat door de Heilige Geest wordt geplant in het hart. Want dat maakt je hart vurig. Dan denk je weer, yes, zo is het, hè. Maar nogmaals, doe dingen niet omdat het moet. Uit een stuk beschuldiging. Want dan ga je proberen in het diepe te springen terwijl je niet durft. Maar je moet je hand leggen in de hand van de doorboorde. En dat zien we natuurlijk ook in Pinksteren gebeuren. Oh, de Heilige Geest komt in 3000 zielen.
En je ziet dat ze samen, dat die gemeenschap der heiligen was. Er waren wonderen, tekenen, alles hadden ze gemeenschappelijk. En ze deelden aan alle uit die behoefte hadden. En ze waren eendrachtig in de tempel. Oh, dat gaan we nou proberen na te doen. Nou, dat is precies, die bakken uithouden. Ik heb mensen meegemaakt, ja, we gaan in een commune leven, we gaan alle huizen verkopen, we gaan in een grote commune leven. En dan wordt het een drama, want dat is niet het proberen. Maar dit is een werking van de Heilige Geest. En daar moet je wel naar verlangen. Dus ik zeg niet, jongens, ga allemaal je huis verkopen, ga in een groot klooster wonen met elkaar. Want dan mis je waar het om gaat, dan ben je weer bezig met die bakken uit te houden. Het zelf doen. Maar je moet wel begrijpen dat als de Heilige Geest komt, zal er iets gebeuren in je hart. Dan zal je merken dat je een gever wordt. Dat je op een of andere wijze de liefde van God ineens oog krijgt voor een broeder en zuster die misschien te weinig inkomen heeft. En dat je hem een gift kan geven of eens een wasmachine voor iemand kan kopen. Hoe? Ja. En dat moet komen niet vanuit het moeten. Dat moet komen vanuit die blijde gever. Elke keer zie je, als de Heilige Geest werkt, zie je dat christenen gevers worden. En dat is eigenlijk de vervulling van de wet. De wet zegt, gij zult niet stelen. En dan voelen we ons al goed dat we niet gestolen hebben. Nee, maar genade maakt dat je een gever wordt. Genade maakt ook dat je helemaal geen zin hebt in die boeddhas en vishnus en al die afgoden in je tuin en een heilig steentje om je nek wat depressie wegneemt. Dan weet je, ik heb de Heere God. Dan wil je helemaal geen afgoden hebben. Want er is er iets gebeurd in je hart. En dat is wat we nodig hebben. Jezus zegt in Johannes 3, vers 6 tot 8, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat uit ons natuurlijke mens geboren wordt, is vlees. Dus ook zelfs christelijke dingen kunnen gewoon vlees zijn. Heel religieus, bakken uithouden, probeer het water vast te houden, o Heer. Maar we vergeten hem, want hij roept ons tot relatie. He, dus wat uit mij geboren wordt, al is het nog zo goed bedoeld, is vlees. Wat uit de geest geboren wordt, is geest. En daarvoor, wat Jezus zegt, hij is de bron. Wat is uit geest geboren? En soms een gemeente moet soms ook nakijken, wat is geest? Wat draagt vrucht en niet vrucht? En niet bang zijn om te zeggen, joh, dat laten we even los. We gaan daarop. Want soms is het zoeken. Soms is het moeilijk. Maar er zijn goddeloze christelijke daden. En dat klinkt gek. Maar we kunnen christelijke dingen doen uit een soort gewoonte. Maar ik geef tot de tiende en ik ga toch naar de kerk. Dank u wel dat ik niet zo ben als al die anderen. Ja, allemaal christelijke dingen. Hebben we in uw naam niet wonderen en tekenen gedaan? Jezus had het opgedragen. Maar als het een soort verdienmodel wordt, dan mis je het. Maar wat uit de geest geboren is, geest. De wind waait waarheen hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Ook alweer zo'n vervelende tekst. Toch? Niet weten waar je heen gaat. Wat de toekomst brengen mogen. Ja, weet jij het? Maar mij geleidt is Heere hand. Punt is gewoon, dat wij willen ook de geest heel vaak dat hij werkt zoals wij het willen. In de kerk willen ze dat de geest werkt op een kerkse wijze. In de Pinkstergemeente moet hij op een Pinksterwijze werken. En de evangelische gemeente moet op de evangelische gemeente werken. De geest moet werken zoals wij het willen. Maar daar is de geest niet in. De geest wil werken zoals hij het wil, toch? Dat is wat we moeten leren. En dat vraagt, ik noem dat heilige frustratie. Ik wil het liefst dat de geest altijd werkt in mijn 7 stappen. Dat wil ik. Want kan ik het lekker onder controle houden. Als ik dan die stappen heb gedaan, of 3 stappen heb gedaan, dan gaat de geest dat doen. Maar ik heb gemerkt dat de geest dus niet zo werkt. En als een keer God stappen geeft, mag je van leren, dan werkt hij eens zo en dan werkt hij ineens heel anders. Maar mag hij? Ik wil alleen maar verder gaan als ik net zo'n visioen krijg als Paulus. En dat is ook zo gevaarlijk, dat we zo vaak ons met elkaar vergelijken. Zien we een krachtige prediker en wil iedereen zijn zoals hij of zij. Maar jij bent jij. En mag de Heilige Geest werken in jouw leven zoals hij het wil? Ik ken mensen die zijn in één keer aangeraakt, worden ze verlost van alles. En ik heb
10 jaar lopen te worstelen met dingen, bij wijze van spreken. Begrijp je? Maar God werkt met de geest, met mij, zoals bij mij past. Zoals hij weet wat goed is. En durf je te accepteren en op te houden met jezelf, met een ander te vergelijken. Van, oh, die is zo geweldig aangeraakt, dus het zal met jou hetzelfde gebeuren. Nou, de Heilige Geest werkt zoals hij wil. En hij weet wat je nodig hebt. En durf je hem te vertrouwen dat ook al lijkt die weg mij duister, zoals het lied zegt. Ook al begrijp je het niet waar je heen gaat, waar die vandaan komt, hoe hij werkt. Want ik hoef niet te weten hoe die rivier ineens zo diep werd en groot werd, terwijl het een heel klein stroompje begon. Ik hoef het niet te weten. Ik hoef ook niet te weten hoe God werkt. God vraagt niet dat ik begrijp, God vraagt dat ik vertrouw. En dat ik durf te zeggen, Heilige Geest van God, hier ben ik. En dat je je hand opnieuw legt in de hand van de doorboorde om jou dieper te brengen. En je ziet ook in 2 Korinthe 3 wordt er gesproken over de bediening van de Heilige Geest. En dan zie je dat Paulus dat ook zo aanhaalt. Hij zegt, eerst meerdere heerlijkheid, hè? Dat is van de Heilige Geest. Dan zegt hij, overvloedige heerlijkheid, alles overtreffende heerlijkheid, en dan eeuwige blijvende heerlijkheid. Zie je, dat gaat hoe langer hoe dieper. Maar het begint ergens met een beetje heerlijkheid, toch, in je leven. Begin een beetje met een beetje van de geest. Begin dat je eens even begint met je voet over te geven. Maar begin ergens. En durf ergens uit te stappen en daar gehoor aan te geven. Al is het beginnen met een tekst te delen. Met daarvoor te bidden. Met hem te zoeken en te ontvangen van hem en door te geven. En de geest verlangt daarnaar. Ik sluit af met een tekst, dat is uit de Jacobus 4, vers 5 tot 6, die heb ik vertaald uit de Amplified Version. Dat is een soort Engelse vertaling die zoveel mogelijk de grondbetekenis van de woorden bij elkaar voegt. En er staat deze mooie tekst. Of denk je dat de schrift zonder doel spreekt, de geest die hij in ons heeft doen wonen, nou, prijs de Heer, door wedergeboorte woont de geest in jou, die hij in ons heeft doen wonen, verlangt naar ons. En hij verlangt ernaar dat de geest welkom in ons zal zijn met een gepassioneerde liefde. En hij geeft dan ook ons meer en meer genade. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Hij heeft die geest in ons doen wonen tot in eeuwigheid. Maar daar blijft het niet bij. Hij verlangt naar je. En hij verlangt dat hij meer en meer welkom zal zijn in je leven. Dat hij meer en meer gepassioneerde liefde, die bubbeling terug kan geven in je leven. Dat is wat hij verlangt, dat is de passie van de Heilige Geest. De passie van de Heilige Geest is dat Jezus zichtbaar wordt in je leven. Ja, hoe moet dat dan? Nou, als je je hart daarop zet, hij geeft meer en meer genade. Onverdiende gunst. Hij wil dat doen. Dus aan het begin van het jaar wil ik dit met je delen. Deze God die je uitnodigt en zegt, blijf niet aan de oever. Blijf niet een toeschouwer. Maar wil je jouw hand leggen in de hand van die man om dieper te gaan. En die Heer zal je niet forceren, maar hij zal zeggen, joh, zullen we nou gaan tot de knieën? Zullen we nou gaan tot de middel? En leer daar ook in mee te gaan. En nogmaals, als je bidt en je denkt aan iets, begin ergens in uit te stappen. Met iets te delen, met een woord. Niet alleen op zondag, maar gewoon 7 dagen in de week. Want de Heilige Geest is niet gegeven voor de zondag, maar tot in eeuwigheid bij jou te zijn. Amen. Ik wil graag bidden. In Spreuken 1, vers 23 zegt God dit. Zie, ik wil mijn geest overvloedig voor u uitstorten en u mijn woorden bekendmaken. Mooi, hè? Dat is zijn verlangen. Dat is zijn passie. En wat ik wil vragen, ik wil gaan bidden en ik wil vragen ook onder het gebed of je dadelijk gewoon antwoord wil geven. En dat je opnieuw wil zeggen, Heere, het voelt angstig, het voelt, ik weet niet wat het is, maar ik heb geen bubbeling meer. Die eerste liefde is weg, eigenlijk voel ik me droog, zo helemaal aan de oever staan. Wat betekent ik nou in het koninkrijk? Maar er is een man met een hoofdletter en hij heeft doorboorde handen. Waarin verzoening is en waar is kracht is. Er is kracht in het bloed van Jezus. En het enige wat hij vraagt is, durf jij jouw hand in zijn hand te leggen en met hem die rivier in te stappen. En te zeggen, met hem.
En ik wil toch die belofte doen aan de Heer, dat Heer, als u mij een woord geeft, ik ga zoeken waar ik het mee kan delen. Ik wil dat doorgaan geven wat u mij geeft. Lieve Vader in de hemel, hier zijn wij voor u. Dank u wel voor uw grote liefde, dat u, ondanks dat u zegt, er zijn boze daden, u zegt, je bent mijn volk. Je bent mijn zoon en dochteren. En ik wil niet dat je zelf blijft proberen, maar mij de bron van levend water heb je verlaten. Je bent droog en dor omdat je niet door hebt dat het niet in jou is, maar het is in mij, een bron van levend water. Geef mij je hand. Zoals Hiskia zei, geef de Heer je hand en kom tot het heiligdom. Ik wil ook vragen als je zegt, ik voel dat ik echt aangeraakt ben door deze boodschap. En het raakt mij gewoon wat je zegt, dat je een moment gaat staan. Ga maar staan en zeg, Heer, ik wil opnieuw mijn hand in uw hand leggen. God vraagt niet, spring in het diepe. Maar hij vraagt wel, wil je verder? We hebben daarvan gezongen, meer van uw Heilige Geest. Maar de Heer zegt, wil je dieper met mij? Wil je dieper gaan? Ik heb jou nodig. Mijn geest heeft geen handen, mijn geest heeft geen voeten, mijn geest heeft geen lichaam. Maar heeft alleen jou en mij. Geest van God. Alleen het uur op al uw kinderen neer. Leg je hand in die hand van de loboorde. En bid daar ook gewoon voor. Heer, ik geef mijn leven aan u. Ik leg mijn hand in uw handen. Bid dat maar. Heer, ik leg mijn hand in uw handen. Hier ben ik, Heer. Ik vind het diepe beangstigend. Ik heb moeite om controle los te laten. Maar ik leg mijn hand in uw hand. Leid mij dieper, Heer, die rivier in. Overweldig mij met uw liefde. Maak mij een boodschapper van uw genade. Jezus, kom maar, Heilige Geest van God. Heilige Geest. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Maak ze vrij, Heer. Van alle controle. U weet waar de eerste liefde weg is. U weet waar de bubbeling er niet is. We hebben het gezongen. Maar u te kennen is eeuwig leven. En ik bid, Heer, dat u door uw Heilige Geest opnieuw uw schoonheid openbaart aan uw kinderen. Dat het die eerste liefde is. Niet het moeten, maar het graag willen voor de Heiland. Leven met u en uit u en door u en tot u. Ik bid, Heer, verfris uw kinderen. Verfris uw kinderen door uw Heilige Geest. Neem ze stap voor stap mee, Heer. Leid ze dieper en dieper. Heilige Geest van God. Heer, bij u is er nooit een moment. Het is bedrijvende vorm. Het is, u blijft dat uitgieten. En uw Heilige Geest verlangt naar om alle ruimte te krijgen in ons leven. Doe het opnieuw, Heilige Geest. En breng levend water. Alles wordt gezond waar het water komt. Alles gaat leven waar het water komt. Ik bid ook voor degenen die ziek zijn in ons midden, dat het levende water zal stromen, heling en genezing zal brengen. Dat wat dood is zal leven. Dat de woestijn van het hart weer een tuin zal worden. Dat de vruchteloosheid vruchtbaarheid zal worden. Dat de woestijn zal bloeien als een roos. Dat er weer vrucht zal zijn, levend water. Kom, Heilige Geest van God. Woord op dat gebed met elkaar zingen, bron van levend water, spring in mij. Zullen we allemaal gaan staan? Het is voor iedereen. En open je handen voor de Heer, hè? Open je handen. Bron van levend water, ontspring nu in mij. Zend uw geest, o Heilige God, en maak. Bye.
doorspeelt. Mag je gewoon van die tijd gebruik maken om in je eigen woorden tot God te bidden. En zeggen, hier ben ik. U, Jezus, Zoon van God, U mijn Vader, U de Heilige Geest. En neem die tijd om je hart gewoon voor Hem neer te leggen. En te verwachten dat Hij opnieuw met zijn stroom van levend water door je heen wil gaan stromen. Misschien eerst een voetje diep en dan een knie diep. Misschien middeldiep en misschien ga je zwemmen. Maar nodig de Heilige Geest uit om opnieuw jou bij de hand te nemen. En nodig Hem uit. God verlangt zo enorm naar jullie, naar ons, naar jou en mij. Hij wil zo graag elke dag ons ontmoeten. Het is zo'n ontzettende grote bron van liefde. En als je nou merkt dat bijvoorbeeld de liefde wat minder is, het verlangen wat minder is, juist daarom zijn we ook gemeente. Zoek mensen op. Een goede vriend, een goede vriendin. Een partner, je ouders, een oudste, iemand vindt het ministry. Blijf er niet mee hangen. Daarom zijn we gemeente. Je bent nooit te min. Dat vond ik ook zo mooi. Dick zei het volgens mij, zo snel denken we als dan God zegt van je mist je eerste liefde. Dat is gelijk veroordelend. Maar het is Gods brandende, liefdevolle vaderhart wat naar jou en mij uitgaat. Hij huilt als hij zegt, je hebt je eerste liefde verloren. Want hij weet dat je dan op deze aarde niet tot je recht komt. Als je met dingen loopt, zoek mensen op. Zodat je, ja, dat die eerste liefde weer terugkomt. Ook daar zijn we gemeente voor. Ina, jij wilde iets delen met ons. Ik kon het niet laten om te schrijven. Wat als ik het niet weet?
enkeltje, een knietje in het water, tot aan je heupen. Heren, u weet zo goed wie we zijn en hoe we in elkaar zitten. En u loopt met ons mee. Heren, ik vond het zo mooi en krachtig wat ik zei, heren. Maar als we de bron van liefde zoeken, als we die Heilige Geest zoeken, dan gaan er dingen gebeuren. Want u bent een God vol liefde, maar ook een God die echt werkt. En als we dat spannend vinden, heren, ben dicht bij ons. Geef ons rust. Die diepe innerlijke vrede die alleen u kan geven. Nou, leg het voor uw troon neer, Heere God. Heere, lieve papa, wat zou ik zonder u moeten? Heere, wat moeten we zonder u, Heere Jezus, die voor onze zonden stierf? Wat moeten we zonder u, Heere God, die ons zo wonderlijk gemaakt heeft? Wat moeten we zonder u, Heilige Geest, die ons elke dag weer kracht en liefde en vreugde geeft om te leven? Heere, kom zo in onze harten, kom in onze gemeente, in Jezus' heilige naam. Amen. Een paar mededelingen. Een hele lijst eigenlijk. Er gaat veel staat te gebeuren in de Burcht. En ik zat tijdens de preek zo te denken. Ik noem ze even heel kort. En je kan zelf in de Heroud en op Churchbook kijken wat er is. Maar ik zat te denken, wow, het is best wel veel. En tegelijkertijd dacht ik van, ik merk wel het verlangen van ons als oudste team. En ook het verlangen gewoon van mensen die dit organiseren is. Dat dit soort activiteiten ook allemaal steentjes kunnen zijn om bij te dragen. Om gewoon God te ontmoeten. Gewoon weer die liefde te krijgen of een stukje te ontvangen. Vandaar, ik noem even een aantal dingen. Enigszins in chronologische volgorde. Zondag 4 september, over 2 weken, is er Startzondag. Gisteren is er voor het eerst iets over gepost in Churchbook. Daar hebben we gewoon dienst hier om 10 uur. En dan is het de bedoeling om 1:30 in de Neswaarde in Aalst te verzamelen. Om daar met elkaar lekker te eten, te sporten, een lekker fijn samen zijn te hebben. Mocht het weer echt niet oké zijn, dan horen jullie tegen die tijd wel van, wat gaat er dan gebeuren? Na zondag 4 september, Startzondag. Dan die maandag daarna, 5 september, start de Alfa-cursus. We hebben behoorlijk wat aanmeldingen, maar zit je hier en denk je van, hé, dat is ook wat voor mij. Of heb je nog een mens op het oog, vraag ze gerust. Zaterdag 10 september is een mannenavond. Die begint er wel 's middags en dan gaat die 's avonds door. Uit mijn hoofd volgens mij 3:30. Zaterdag 17 september, weken later, huwelijksconferentie. Jan-Paul gaat dan spreken. Even kijken. Ja, en dan die week daarna. Dan begint op 20 september, en dat zijn 3 avonden, begint de Grow Academy. En dan 20 september, 6 oktober en 20 oktober, overigens allemaal nogmaals na te lezen in Heroud en op Churchbook, is er dan Grow Academy, 3 avonden speciaal voor vrouwen. Tineke Wuister gaat dan dingen delen. En wat zij gaat delen, daar hebben we even een klein filmpje voor. Dus dat laten we even zien. En daarna nog maak ik het lijstje nog even af. En daarna nog een vreugdevolle mededeling. Van de Burcht in Sleeuwijk. Mijn naam is Tineke Wuister en in september, oktober kom ik 3 bijbelstudieavonden met jullie verzorgen rondom het thema rust. En dat is speciaal bedoeld voor vrouwen die wel eens stress hebben of soms heel moe zijn. Of die wel eens denken, poeh, al die ballen hoog houden, hoe krijg ik het toch voor elkaar? Hoe houd ik het vol? Maar die diep in hun hart zo verlangen naar de echte rust waar Jezus over spreekt. Ik ben auteur van 3 boeken, Lucht, Zicht en Echt. En tijdens de 3 bijbelstudieavonden gaan we ook de thema's van deze boeken, rust, focus en vrijheid, langslopen. En hoop ik je te inspireren om echte rust te vinden aan de voeten van Jezus. En van die plek terug te keren met nieuwe vrede, nieuwe vreugde en nieuwe vrijheid. Is dat waar jij naar verlangt? Dan hoop ik je heel graag te zien in september op de Bijbelstudie. Tot dan! Start is dus dinsdag 20 september.
En dat zijn drie avonden vanuit de Grow Academy. Voor mannen komt er ook nog een serie van drie. En die volgt daarna. En daar horen jullie tegen die tijd nog over. Voor al deze, staat er ook op, het is nu net weer weg. Voor al deze activiteiten meld je ook even aan. Dus ook voor de mannen, middagavond. Maar ook voor Grow Academy. Hier staat die Grow Academy uit de Burg Sleeuwijk. En nogmaals, alles is ook na te lezen in Herhout of op Churchbook. De laatste van echt organisatorische aard, even kijken. De kringen gaan ook beginnen. En op de tafel, als ik er zo voor sta, aan de rechterkant liggen een aantal boeken die je zou kunnen gebruiken. Dus voor kringleiders, maar ook voor degenen die op een kring zitten en even nieuwsgierig zijn. Blader en kijk gerust. Yes. Dan nog even een allerlaatste mededeling, maar wel een toffe mededeling, ook over de bloemen. Theo en Sonja Viole waren afgelopen vrijdag 40 jaar getrouwd. Ze zijn er nu niet, want ze zijn lekker een weekend weg met hun twee kinderen. Maar ik ga even naar de camera kijken. Theo en Sonja, mochten jullie nu kijken of eventueel later nog terugkijken, van harte gefeliciteerd. Super tof. En de bloemen komen komende week naar jullie toe. Wat een vreugde, wat ook een statement. Hè? 40 jaar getrouwd, echt top. Dan ben ik volgens mij ik ben er gewoon doorheen. Dan, Dick, wil je ons de zegen meegeven? Dank u. Heer, we prijzen u en eer u, Heer, voor uw goedheid, voor uw liefde, voor uw trouw. En dat bid ik ook, Heer, voor ieder die hier is, dat u hun doordrenkt met de stroom van uw lieflijkheid. Heer, dat u hen omringt met uw genade. Heer, dat wilt u ook. Heer, wie op u vertrouwen, omringt u met genade en bescherming. Zo laat de genade van de Heer Jezus Christus en die diepe liefde van God de Vader en een diepe relatie en gemeenschap met de Heilige Geest met jullie zijn. Ga in zijn kracht, ga in zijn vrede. Laat niemand je vrijmoedigheid roven en spreek over hem in Jezus' naam. Amen. We zijn deze dienst begonnen met elkaar op te roepen, kom prijs de Heer. En ik wil deze dienst ook eindigen met kom prijs de Heer, alleen met een ander liedje. Het is mijn lievelings, kom prijs de Heer, zeg maar, alleen dan een andere tekst. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt.
conquered death, and the death rose from their tombs, and the angels stood in awe for the souls of all who come to the Father. We zijn aan het einde van deze dienst. Maar we moeten niet vergeten. Ja, dat moeten we niet vergeten. Morgen begint het schooljaar weer. Dus we zullen heel blij zijn als wij de stoelen voor ze opruimen. Dus allemaal de stoelen losmaken. En daarna geniet van een kopje koffie. Geniet van elkaar. En wees een zegen voor elkaar. Bubbling zingen met elkaar. Hebben wij nog geluid in de zaal? Zingen met elkaar nog bubbling. It's bubbling. Is het tempo? It's bubbling with my soul. They're singing and laughing since Jesus made me whole.